Afgelopen weekende is de oude kazerne na een grondige verbouwing geopend. Het is een centrum voor kunst en cultuur geworden. Kunstbedrijf Arnhem, het Huis van Puk en andere culturele organisaties hebben er een nieuw thuis gevonden. De feestelijkheden bestonden uit exposities, presentaties en andere leuke activiteiten. Ja, Kunstbedrijf Arnhem is een grote kunst- en cultuurinstelling in Arnhem. Waar cursussen gegeven worden, maar ook kunst in de wijk. De kom. Kunst met een beperking, of voor mensen met een beperking. Heel veel, te veel om op te noemen. We zijn heel groot geworden, ook omdat het eerst bestond uit de muziekschool, de oude muziekschool, de oude Marienburg en Stichting Beleven. Dus die drie, die zijn eigenlijk Kunstbedrijf Arnhem. Die zitten allemaal hier met Huis van Puk. Huis van Puk zit hierin. Wat doet het Huis van Puk hier? Die zitten hier met hun eigen theater. En die hebben ook regelmatig optredens. En wij willen gewoon, vinden het heel fijn om met elkaar samen te werken. Huis van Puk heeft ook een nieuwe theaterzaal, klopt dat? Huis van Puk heeft een nieuwe theaterzaal. Zij zaten voorheen in de Parkstraat in Arnhem en ze zitten nu ook hier. Met Stichting Beleven zitten we hier en de hele afdeling dans en muziek, wat allemaal bij de Weversstraat voorheen zat, is ook hier naartoe gekomen. En voorheen heette het Stedelijk Muziekschool Arnhem, toen Domein voor Kunst en Cultuur. En nu heet het Kunstbedrijf Arnhem in samenwerking met Stichting Beleven en We Willen. Daar zijn we nog mee bezig dat we straks gaan fuseren, maar dat, zover zijn we nog niet. Vandaag is de open dag hier in de Menno van Coron. Wat is er vandaag allemaal zo'n beetje te doen? Er is ontzettend veel te doen. Iedereen moet sowieso kijken naar hoe het pand nu eruit ziet. Wie weet zijn er nog wel mensen die hier als militair hebben gezeten. Nou, daarna is het heel erg stil geweest in dit pand. Maar het is geweldig mooi verbouwd door de volkshuisvesting. Wij met z'n tweeën huren dit pand van de volkshuisvesting. Nou, het is geweldig mooi opgeknapt. En de twee bewoners, zeg maar, die zijn nu, die laten zien wat ze allemaal in huis hebben. Als ik dit enthousiasme zo hoort, bent u blij met uw nieuwe onderkomen? Zeker, zeker. Ja. En straks met het kenniscluster gaat het nog mooier worden. Maak jullie heel veel succes wensen vandaag en in de toekomst. Dank u wel hoor. Dank u wel. Wat vindt u ervan vandaag? Het oogt heel gezellig. Goede eerste indruk. Ja, absoluut. Dus ik weet verder natuurlijk nog niet zoveel. Ik ben er ook nog niet zo lang. Maar wat heeft u intussen bekeken? Nou, ten eerste het gebouw. Ik vind het een mooi gebouw. En verder heb ik mijn dochter even naar een lokaal gebracht waar ze nu les krijgt. En verder. Ik weet verder nog helemaal niks. Gewoon gezellige mensen en een warm welkom. Vandaag is een open les. Er zijn zien heel veel kinderen die al meedoen. En het is gewoon heel erg leuk. En het is echt een vet grote opkomst. Dus het is echt heel leuk. Wie ben je? Mijn naam is Kirsten Kok. Ik kom uit Duiven en ik geef hier musical les. Wij repeteren vandaag voor de musical Nonsense. En wij repeteren hier elke zaterdag. En we zijn op dit moment bezig met een drama-oefening. En welke leeftijd kunnen de mensen komen hier? Het is eigenlijk voor alle leeftijden. Het is gemengd jong en oud. We hebben nu toevallig iemand van 35, maar we hebben ook iemand van 11. Dus het loopt heel erg uiteen. Daar wil ik later ook mijn carrière van maken, dus ik dacht dit is wel heel gezellig. En de groep is ook heel leuk. Wat vind je ervan vandaag? Ja, ik vind het heel gezellig en onze leraren zijn ook echt heel goed. En de groep is ook heel leuk, dus
Verhalen vertellen, dat kun je ook leren bij het kunstbedrijf. Nee, hij zat rustig en monter op zijn stoel en glimlachte alsof hij op een schoolreisje was. En als de vrouw kwam met het glas bier, zei hij, dank u wel, lekker biertje, dat zal goed smaken. En geloof mij, ik zie de dingen die gaan gebeuren met een gerust hart tegemoet. U kunt hier ook een cursus fashion design volgen. Je kunt hier dus ook basgitaarlessen volgen en dat is best wel gaaf. Ik hoop dat er veel meer leerlingen kunnen komen en dat we gewoon een grote school kunnen starten.